Welkom. We zijn hier in Dierenpark Amersfoort. We zijn hier bij de olifantverblijf. En ik wil je iets laten zien, namelijk stereotyp gedrag. Stereotyp gedrag bij dieren gebeurt vaak als ze in gevangenschap zijn geweest en natuurlijk gedrag niet hebben kunnen laten zien. En dan gaan ze stereotyp gedrag laten zien. En je ziet dat een hoop van die olifanten die laten gewoon gedrag zien. En dan staan er twee achter. En die dansen een beetje. En als ze dat één keer gaan doen, dan komen ze er niet meer van af. Daarachter staat er nog één. De olifanten hiervoor die vertonen dat niet. Dus die zullen waarschijnlijk wat jonger zijn. Maar ik vermoed dat die olifanten die dat stereotyp gedrag laten zien, dat die dus vroeger in een verblijf hebben gezeten waar ze niet hun natuurlijk gedrag kunnen laten zien. En dan gaan ze dit doen. En dan krijgen ze endorfine en serotonine van. Daar voelen ze zich beter door. Dus dit blijven ze ook doen. En daar komen dierentuinen ook niet meer van af. Stereotyp gedrag.